Bam, daar zijn we weer met een gloednieuwe Halo 3 video voor de PC. Zoals je weet, een tijdje geleden is Halo 3 voor de PC uitgekomen en het is de allerbeste versie die je kunt spelen. Dus, dan doe ik dat heel graag, want ik ben een huge Halo nerd. Jongens, ik kom net terug vanuit Texel, zoals sommigen misschien van jullie wel weten. Ik heb daar wat opnames gedaan voor GameKings. Als je GameKings kijkt, dan weet je waarvoor het was. Ik zal niks zeggen. Ik ben een beetje rood geworden, een beetje verbrand. Geeft niet, heb ik altijd. Kan gebeuren. Maar genoeg geluld daarover. Laten we gewoon lekker in de game Halo duiken. Oké, we zitten hier in het hoofdmenu. Gaan we naar Campaigns, Halo 3. En gaan we gewoon verder waar we zijn gebleven. Volgens mij was dit best wel een vette missie. Zoals je ziet, de laadtijden zijn voortreffelijk op de PC. Ik heb ze voorheen geknipt. Maar ik dacht, ik laat het dit keer heel even staan en dan zie je hoe snel het gaat eigenlijk. Dus dat is top. What happened? De bom is ontploft op onze basis, zoals jullie misschien wel weten. Ik weet even niet hoe ik de lamp aan zit. Ik heb een lamp als het goed is. Maar... Somebody hit the emergency power. On it, Sergeant. Vier. Did we get everybody out, there sir? We go. Geef me je kogels. Geef me je kogels, Private. Nee, hier staat nog iemand. You can walk. Set your boots on the line. Ja, nee, de battle rifle. Die hou ik als tweede wapen. Kijk, hier staan de Warthogs. We gaan voor deze. Met de gunner natuurlijk. Oh. Let's mount up. Get the hell out of these caves. Let's go, sir. I'll get the door, sir. Ah, we hebben van de week zo'n vette Halo multiplayer avond gedaan. Mochten jullie dat gemist hebben en je wil volgende keer meedoen, zorg dan dat je mijn Discord server joint. Link staat hieronder in de beschrijving. En anders is bit.ly/koosgk Discord. Hoofdletter K, hoofdletter G, hoofdletter K. En de rest allemaal kleine letters. Dan kom je op mijn Discord en daar spreken we regelmatig af om samen te gaan gamen. Zo gaan we bijvoorbeeld vanavond de Formule 1 race van Hongarije rijden in Formule 1 2020 op de PC. Maar die multiplayer avond was zo vet van Halo, jongens. Oh, we hebben eigenlijk alleen maar Capture the Flag gespeeld. Maar het was zo tof. Het was zo tof. En op mijn favoriete map Valhalla. Als je je afvraagt of ik Carmageddon aan het spelen ben of Halo. Nee, het is nog steeds Halo, maar ik heb zo mijn tactieken. Want die gunners, de AI gunners, die zijn over het algemeen niet van bijzonder hoog niveau in deze game. Geef het maar niet, mag wel. Het is ook een oude game. 2006, 2007 denk ik. 13 jaar terug. Ja, dat is ook nogal wat. Dus ik probeer ze merendeel gewoon om te rijden. Ja, dat weet ik ook. Okay, die pauze. Die hebben we straks nodig, want volgens mij hebben we straks die chase op de snelweg. Of zo. Een soort van. Maar ik blijf me verbazen. Ja, en ik weet, van de herhaling. Maar elke keer als ik dit speel, heb ik zoiets van... Dit blijft echt goed behouden. Het is nog steeds prima te spelen vandaag de dag. Halo. Dat vind ik van de eerste misschien niet meer zo. Maar deze absoluut wel. En vergis je niet, hè. Halo 1 was gewoon een masterpiece op dat moment. Maar voelt gewoon een beetje gedateerd op best wel veel plekken en momenten. Geen haat naar Halo 1, absoluut niet. Het is de game waarmee ik verliefd ben geworden op de franchise. En ik hoop dat de 343 Studios, Industries, dat ze het weer op de rit kunnen krijgen. Dat is wel heel erg hard nodig. Oh nee, oh nee. Zit hij hier boven eentje? Ja, kijk, dat bedoel ik. Ik heb een battle rifle. Daarmee kan ik wel uitschakelen. Ik heb geen dingen nodig. Pakken we die tweede Warthog weer. Kunnen we daar doorheen straks? Nee, hè?
Je moet gewoon... Dat was niet eens nodig, oké. We gaan gewoon lopen. Of kan je hier met de auto langs? Ja, nee, je kan hier wel met de auto langs. Denk ik. Denk ik. Moet alleen daar boven langs gaan. Dan komen we er volgens mij wel. En mocht je het je afvragen, we spelen op de normal difficulty. Dat is simpelweg omdat we deze game al een miljoen keer hebben uitgespeeld. En gewoon lekker door het verhaal willen wandelen. Zonder dat we altijd veel shootouts opnieuw moeten doen. Ik kan me herinneren dat volgens mij bij Heroic en hoger, Legendary, dat wanneer je tegen Brutes aanrijdt, dat je auto toch wat harder terugklapt dan dit. Dit was wel een vette shootout hier al hoor. Oh. Oh nee. Het is hele slechte timing. Oh, ik dacht dat die er geweest was. Waar is hij? Oh, dat is een Medemarine. Die had de magie. Dat is een friendly grenade. Oké, we pakken de Warthog weer. Yes! Lekker boys. Oké, dat was hem. Ik zie wel banshees op ons afkomen. Kijk, waar moeten we naartoe? Moeten we deze tunnel in? Ja, hè? Ja. Schieten. Oh. Nou, dit was hele slechte timing voor mij om uit te stappen. Kan ik hier gewoon doorheen lopen verder? Ja, dus. It's been a while. Oh. Oké, ik ga nu dood door mijn eigen teammate die me aanreed. Kijk voor je. Oh nee, dat is ook een marine. Volgens mij is dit wat ik bedoelde met die chase. Ik weet niet zeker of dat zo is. Het is niet echt een chase dus. Maar het is wel op een snelweg. Het geluid van die Warthog kan echt niet meer, man. Commander, this is only Recon 111. The cruiser's above. They found me. Say again, Recon? Breaking up. Something in the crater, ma'am. Something beneath the storm. Okay. This is where we get off. Kijk dat schip. Forerunner schip. Finally a good connection. Truth has excavated a Forerunner artifact. We have to assume it's the Ark. Keep pushing to the town of Boyd, Chief. Resupply birds will meet you in the next valley. Waar moeten we heen? Get to the town of Voy. How do I get to the town of Voy? Dan moeten we deze kant op lopen dan, toch? Kan volgens mij niet echt heel anders. I'm mistaken. Hè? Ik dacht dat we verder moesten over die snelweg, maar ik heb geen idee hoe je verder komt, hoe je terugkomt überhaupt op die snelweg. Hier naar boven. Oké, we volgen gewoon het pijltje. Op mijn assaulter. Ah, hier is de trap. Die trap had ik gemist. Wat is dat pijltje eigenlijk? Nooit over nagedacht. Ik dacht dat het je juist wees naar het checkpoint. Maar het checkpoint is daar. Oké, zonder dat we geen Warthog meer hebben. Erg spijtig. Anybody see where that jerk went?
Ik moet die perks vaker gebruiken. Ik heb ook dat soort dingen namelijk. Ik gebruik ze alleen per ongeluk. She voelt zo badass hier, jongen. Oh, vliegende brutes. Op heroic zijn deze echt heel erg vervelend. Daar gaat hij, dat was één. Daar is er nog één. Straks volgens mij nog een tank. Oh, 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 daar wil je niet door geraakt worden. Hij had een soort van rocket launcher. Maar die gaan we nu wel pakken. Kijk. We got reinforcements, Marines. Gaan wij alvast op de gunner zitten. Laat ze maar komen dan. Hey, die gun moet ik toch eraf kunnen schieten. Dat heb ik toch wel eerder gedaan. Oh. Schiet op hem! Oh jee. Hij is nog steeds niet dood, hè? Ja, nu is hij dood. Uh-oh. Daar wil je ook echt niet door geraakt worden. Zei ik toch? Oké, dat was iets te cheeky van me. Ik dacht, ah, ik kan wel blijven staan, joh. Niks aan de hand. Krijgen we nog... volgens mij komt er geen... Jawel. Er komt nog wel aerial support. Oké, wacht even. Laten we die eerst pakken. Dat doen we daarna met de fuel rod cannon. Schieten we die tank kapot. Maar dan moeten we echt meteen weg zijn zodra die om de hoek komt. Oké, gunner is eraf. Ik had wel zoiets van, dat moet toch kunnen. We mogen alleen echt niet geraakt worden door die fuel rod kunnen. En die staat daar. Eerst hem. Ja, hij is down. Oké, volgens mij komt nu de tank aan. Ja, there it is. Hier, dit is one shot, one kill dus. Hè? Dus hierdoor wil je echt niet geraakt worden. Oké, volgens mij hebben we hem. Wel bijna alle fuel rods op, maar hier zat er dus eentje. Als het goed is, hebben we daar wel... Ja, daar hebben we bullets van gepakt. Een Warthog? Oh, jazeker. Oh, jazeker. Maar gek nieuws. In de afgelopen dagen naar buiten gekomen. En ik, voor mijn gevoel is het een beetje paniekvoetbal. Maar in één keer, na de presentatie van Halo Infinite, waar heel erg slecht op gereageerd werd. Jullie hebben de memes ongetwijfeld gezien. Van Craig. Maar dat hele multiplayer ineens free-to-play gaat zijn. Ik kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling was. Kan ik me niet voorstellen, want als dat de bedoeling was, als er dat gigantisch grote nieuws, echt wel bewaard voor die persconferentie. Ik kan me niet voorstellen dat de game altijd al free-to-play had moeten zijn. Ik ben benieuwd wat jullie daarover denken, maar ik geloof het niet, man. Ik geloof het echt niet. Voor geen ene meter. Want waarom zou je dat niet op dat grote event bekend willen maken, maar moeten mensen dat via tweets en nieuwsberichten vinden? Nee, man. Here we go. Hier niet omvallen, want we moeten hier
tegen een paar tanks. En die dingen vechten. Ik weet ook gewoon niet hoe ze heten. Ik ben gewoon al die namen vergeten. Ooit wist ik het maar. Oké, nu voor je. Deze, papi. Ja. Maar hierachter zijn er nog veel meer. Echt nog veel meer. Oh, die muziek van Marty O'Donnell was zo goed. Vooral ook... Het klinkt misschien gek. Maar vooral ook wanneer Halo niet muziek afspeelt, is het af en toe ook echt prachtig. Dan ben je op zo'n open landschap. En dan is het heel even muisstil en dan hoor je alleen maar gungekletter. En dan wanneer de muziek erin komt, dan voelt het extra goed. Dus ze wisselen dat perfect af. Ja, yeah, checkpoint done. Maar volgens mij zijn er nog tanks. Ja, kijk daar, dat bedoel ik. Het gaat nu wel echt heel erg makkelijk, moet ik zeggen hoor. Want echt als je op Heroic speelt, dan ben je aan het cirkelen en probeer je die tanks te kapen. Maar de tanks kapen duurt weer lang en waardoor je weer kwetsbaar bent om geraakt te worden. Maar het gaat sowieso een mooie gamingweek voor me worden. Ik heb een weekje vrij van werk. Dus ik ga echt heel erg veel gamen. Zeker want maandag, dinsdag, woensdag gaat alleen maar regenen. Heb ik begrepen. Gaat alleen maar regenen. Dus perfect gaming weer. En ik heb net Horizon Zero Dawn binnen voor de PC. Heel erg excited voor... Oh. Onze buddy is gone. RIP. Even kijken of we nog iemand anders op de bijrijdersstoel kunnen krijgen. Daarachter zaten wat marines, geloof ik. Kijk, hier is ze sowieso. Maar AI is laten wensen over. Kom, spring in deze. Hey. Geef me dan maar een nieuwe, stap jij hierin. Ja, dan lossen we dat op deze manier op, toch? Oké. Nou, let's kill that tank. Waar is hij? En hier omhoog ergens. Ja, daar. Wat is hij al down? Oh, we hadden hem al. Nou, nog 17 kilometer voordat we bij Voi zijn. Ja, ik vond het een ongelooflijk vrede missie. Zit een goede flow in. Goed tempo. Kijk, ik heb... we hebben deze nog. Vliegende brutes, gekker moet het niet worden. Het enige ding is dat deze brute character models er gewoon beter uitzien dan Halo Infinite. Dat is echt insane. Hoe kan dat, joh? Hoe kan het nou? The vessel that has so long been the focus of our worship now rests on its true pedestal. Relics long without power. Huh? Ik dacht dat ik hem... Ah, nee toch. Ik dacht dat ik hem daarmee had wel. Nee, hier is nog een battle rifle. Oh. Heel voorzichtig doen. Daar gaat hij. Oh, nog meer. Ik denk... Ja, we moeten heel veel bullets gaan halen. Bij deze neergecrashed pelican. Daar ligt volgens mij nog wel wat. Even kijken. Ja, kijk. Grenades. Volgens mij lag er ook een sniper. Die heb ik niet nodig. Met de battle rifle kunnen we
voldoende damage al doen. Hey, waar is hij? Oh. Hij heeft een turret opgepakt. Nee! Ah, nee! Ik was er zo dichtbij. Gooi ik weer per ongeluk een shield neer. Ah, dat was echt zo weak. Weak! Shame! Hele slechte reload timing. En dat deed ik zelf. Ja, deze gast moet echt zo snel mogelijk down. Ik heb nog fuel rod kunnen. Daar kunnen we wel wat damage mee doen. Hebben we? Did we get him? Ja. That's the way to do it. Dan wil je hier nog even deze omraden voor een battle rifle. Of voor een auto rifle. En een battle rifle. Deze even herladen. Dan zijn we er al. Even een slokje nemen van mijn koffie voordat ik koud word. Ik ben een echte koffiedrinker, jongens. Niet dat ik een heel duur apparaat thuis heb staan. Dit is gewoon een Nespresso. Oh, wacht. Huh? Er is er nog één. Gewoon een Nespresso, maar... I need my coffee. Oké. Did we get them all? Nu wel, toch? Het lijkt alsof hij nog ergens op wacht. Hebben we hier eentje over het hoofd gezien of zo? Ik zie niemand verder. I hate it when they're all motivated. Nee, volgens mij was dat. Volgens mij is dit ook het einde van de level. Dat weet ik niet zeker. Maar deze moeten we even uitschakelen dan. Oh ja, dat was het gewoon. Dat was het enige wat we hoefden te doen. Ik dacht dat het automatisch al een cutscene was. Lord Hood, we made it. Music to my ears, Commander. What about the Ark? Fully uncovered, sir. And we don't have much time. Marines? The Prophet of Truth doesn't know it yet, but he's about to get kicked right off his throne. He will take our city back and drive our enemy into the graves they've been so happily digging. One final effort is all that remains. Nu gaan we denk ik naar een van de allervetste missies aller tijden. Yep, the storm. Reclaim the city, make a hall. The storm, jongens. Dat is de volgende missie die we gaan spelen. Maar dat doen we niet meer in deze video. Nee, deze video zit erop. Wat ik al zei, we spelen gewoon Halo per episode op basis van een episode, een missie. Eén episode is één missie. En er zijn er volgens mij 11 in totaal. Dit was de derde. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, want de volgende, ik wou zeggen morgen, maar niet morgen, maar de volgende video gaat deze missie zijn. En deze missie is echt badass. En nog steeds vandaag de dag. Dus zorg dat je die niet mist, zorg dat je gesubscribed bent, like even deze video en laat ook even een comment achter. Dankjewel alvast daarvoor en we checken elkaar de volgende keer, jongens. Later!